Maastricht, de mooie internationale stad waar altijd muziek klinkt. Op het Vrijthof, in de winkelstraten, in het theater en natuurlijk in het conservatorium. Achter de mooie gebouwen in Theater aan het Vrijthof speelden onlangs 6 jonge muzikale talenten hun finale optreden voor het Prinses Christina Klassiek Concours. Het Prinses Christina Concours heeft een lange traditie in deze regio, die we heel graag hoog houden, ondanks alle restricties in coronatijd. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze prijsbekendmakingsvideo van het Prinses Christina Klassiek Concours 2022. En dit gaat om de regio Zuid 2 in Maastricht. En we staan hier vandaag in Theater aan het Vrijthof in de Grote Zaal. En naast mij staat juryvoorzitter Paul Komen. Paul, wat was je indruk van dit concours? Nou, ten eerste dat we heel veel echt prachtige en originele inzendingen hebben gekregen. Op video uiteraard. En dat was niet zo heel vanzelfsprekend. Want we hoorden dat veel deelnemers in deze lockdownperiode echt moeite hadden om of een geschikt instrument of een geschikte ruimte te vinden. En we willen echt iedereen complimenten maken dat ze toch in staat zijn geweest om iets op te sturen. Verder viel op dat aan heel veel van die inzendingen dat het, ja, misschien wat onpersoonlijke van zo'n video, je speelt namelijk niet voor een publiek, maar voor een glazen oog, dat velen toch daar iets persoonlijks van hebben gemaakt door zich bijvoorbeeld even voor te stellen voor de camera, zich te introduceren en ook te vertellen, ja, waarom ze deze repertoirekeuze hadden gemaakt. En dat brengt je als kijker, en in ons geval als jury, al veel dichter bij de persoon. Dus dat is echt een hele creatieve manier om met deze problematiek om te gaan. Nou, toch iets heel positiefs in nog steeds uitdagende tijden. Ja. Aan jou de eer om alle prijswinnaars bekend te gaan maken. En we hadden er 6. We hadden heel veel verschillende instrumenten. Ja. Vast een lastige keuze voor de jury. Ja. Aan jou de eer. En we beginnen volgens mij met de publieksprijs. Ja, we beginnen met de publieksprijs. U heeft echt massaal gestemd. En dat is heel prettig. En de winnaar is geworden Luna Moors Piano. En Luna krijgt als prijs een masterclass bij een muzikus naar keuze. Daarnaast hebben we ook 5 eervolle vermeldingen. En die gaan naar Marieke Kramer, Floor Bosman, Camille Binnist, Jacob Jansen en Jente Muffels. En Jente Muffels krijgt tevens publiekskaarten voor het Orlando Festival. Daarnaast hebben we 2 aanmoedigingsprijzen. En die aanmoedigingsprijzen die zijn bedoeld voor deelnemers die net niet de finale gehaald hebben. En deze aanmoedigingsprijzen gaan naar Sebastiaan Aerts. En die krijgt tevens de Gaudeamus Muziekweekprijs en een muziekbon ter waarde van €75. En de 2e aanmoedigingsprijs gaat naar Shenandoah Berghuis. Zij krijgt concertkaarten voor een concert in Theater aan het Vrijthof. Dan, in de categorie 12 tot 15-jarigen hebben wij een eerste prijs en die gaat naar saxofoniste Liesel Sleurs. Zij gaat tevens door naar de halve nationale finale en zij krijgt de ABN AMRO Mees Pierson prijs te besteden aan een masterclass bij een muzikus naar keuze en een muziekbonnenprijs ter waarde van €50. Gefeliciteerd. We hebben natuurlijk als jury ook een korte samenvatting gemaakt met onze bevindingen. En over Liesel dachten wij het volgende. Met je frisse podiumpresentatie neem je het publiek meteen mee in je muzikale verhaal. Je staat als een artieste op het podium en laat met veel verven de verschillende kleuren van je saxofoon horen. De technische passages rollen er moeiteloos uit en het samenspel met je pianist is perfect. De verschillende technieken van je instrument maken je performance, zelfs uit het hoofd, of beter, par cœur, helemaal af. Nogmaals gefeliciteerd. Dan gaan we door in de categorie 2. Daar hebben we ook een eerste prijs en die gaat naar Arne Bijnens. Ook hij krijgt een muziekbon ter waarde van €75. De ABN AMRO Mees Pierson prijs, een masterclass bij een muzikus naar keuze en
de Matty Niel-prijs vanwege zijn opmerkelijke hedendaagse compositie. Hij mag tevens door naar de nationale halve finale. De jury zei over hem het volgende. Arne wist de jury te imponeren met een groot scala aan klankkleuren en articulatievormen. Hij belichaamt de perfecte mix van de ontspannen, maar overtuigende jazzmuzikant en dat met de strakke focus van een klassiek geschoold muzikus. Gefeliciteerd. In de categorie 15 tot 21 jaar hebben wij twee tweede prijs en één eerste prijs uitgereikt. De tweede prijzen die gaan ten eerste naar Sarah van der Pijpen. Zij krijgt een masterclass naar keuze bij een bekende Nederlandse muzikus, aangeboden door vrienden van het PCC, en concertkaarten voor een concert in het theater aan het Vrijthof en een muziekbon te waarde van €75. Nog een tweede prijs gaat naar Chloé en Camille Benist. Zij krijgen de ensemble aanmoedigingsprijs door de vrienden van het PCC aangeboden, een masterclass bij een bekende Nederlandse muzikus naar keuze, een muziekbon ter waarde van €75 en zij mogen door naar de nationale halve finale. In de categorie 15 tot 21 jaar, voor deelnemers die al studeren aan een vakopleiding, zijn alleen tweede en derde prijzen gevallen. Koen Vroemen heeft de derde prijs gewonnen. Publiekskaarten voor het Orlando Festival. Concertkaarten voor het Theater aan het Vrijthof. En een masterclass bij een bekende Nederlandse muzikus. De tweede prijs is voor Giorgos Boultadékis. Dat zijn publiekskaarten voor het Orlando Festival en een masterclass bij een bekende Nederlandse muzikus, aangeboden door de vrienden van het PCC. Gefeliciteerd. Dankjewel, Paul. Wat een ongelofelijke prijzenregen is dat weer geworden. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden om weer als juryvoorzitter plaats te nemen dit jaar. Het was geweldig. Zie ik je volgend jaar weer terug? Ik hoop het. Fantastisch. Dankjewel. Dankjewel. En voor alle kijkers thuis, eigenlijk is dit pas het begin van het concours. We hebben nog 5 regio's te gaan, dus volg onze website christinaconcours.nl voor de andere 5 concoursen. En dan nemen jullie mee in schitterende finales. En dan werken we toe naar de nationale halve finale op 2 april. En het grote slotstuk, de nationale finale op 23 april in Amare in Den Haag. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.